moet in voorbeeld 1.12 beschouwen een kromme als de doorsnede van twee oppervlakken. Het eerste oppervlak is gegeven door x kwadraat plus y kwadraat plus z is gelijk aan 1. En het tweede oppervlak is een vlak 8y plus 16z is gelijk aan 1. En een beetje verder geven ze een parametrisatie en de vraag is hoe we aan die parametrisatie kunnen komen. Laten we kijken naar het eerste oppervlak, x kwadraat plus y kwadraat plus z is 1. Dat kunnen we ook gaan schrijven als x kwadraat plus y kwadraat is 1 min z. X kwadraat plus y kwadraat is de afstand tot de oorsprong. En we zien dus dat die z-coördinaat kleiner wordt naarmate dat die afstand tot de oorsprong groter wordt. We zien dat verband kwadratisch is, dus dat we een paraboloïde zullen krijgen. Als we kijken naar de figuur, dit is de figuur, deze paraboloïde is dat eerste oppervlak. Dit vlak hier is dat tweede vlak. Doorsnede van die twee oppervlakken heeft dus die snijkromme, dus de tweede is 8y plus 16z is gelijk aan 1. Dus hier vinden we dat, aangezien dat dit positief is, dat z kleiner of gelijk aan 1 moet zijn. De vergelijking van dit vlak kunnen we ook gaan herschrijven. We kunnen schrijven dat z gelijk is aan 1 min 8y gedeeld door 16. Goed, we kunnen nu doorsneden van die twee oppervlakken kunnen we ook gaan schrijven als de doorsneden van twee andere oppervlakken. En hier zou ik ervoor kiezen om die z te gaan elimineren, zodanig dat we iets krijgen onafhankelijk van z en dan gaan we makkelijker parametriseren. Dus laat hier die z elimineren. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we x kwadraat plus y kwadraat is 1 min z staat daar, is 1 min 8y gedeeld door 16. Wat doen we normaal gezien als we, als we zoiets krijgen? We willen naar die ellips gaan werken. Dus ik denk dat hier het gemakkelijkste is om die y, midden die y kwadraat, naar een volkomen kwadraat te brengen. Dus dat is nog altijd dat eerste oppervlak. Waarbij we dan hiermee gebruik gemaakt hebben. Dus die 8y plus 16z is 1, hoort daar ook nog altijd bij. Dus we krijgen de doorsnede nu van dat eerste oppervlak en dat tweede. We gaan dat eerste gaan herschrijven. Dat is x kwadraat plus y kwadraat min. Min heeft plus en aan de andere kant is een extra min. 8 zestiende is 1 tweede y. Is gelijk aan 1 min 1 zestiende. En ons oppervlak 8y plus 16z is gelijk aan 1. Laten we nog altijd staan. Dit willen we hier gaan schrijven als een kwadraat. Dan wordt dit het dubbele product. Dus dat is. We gaan daar moeten iets bij optellen. Namelijk 1 vierde. In het kwadraat is 1 zestiende. Waarom? Dan wordt deze teller mooi. X kwadraat plus y min 1 vierde in het kwadraat. En ons rechterlid, dit valt weg, is 1. Dus wat krijgen we hier? We krijgen hier een cilinder. Dat we gaan doorsnijden met het vlak 8y plus 16z is gelijk aan 1. Dus wat hebben we eigenlijk gedaan? We hebben hier op dit moment, hier van hier naar hier, hebben we de z vervangen door de z uit dat tweede oppervlak. Dus we hebben gezegd dat de snijkromme van de paraboloïde met het vlak hetzelfde is als de snijkromme tussen het oppervlak met deze vergelijking en het vlak. En deze vergelijking hebben we herschreven als
de vergelijking van de cilinder. Dus de snijkromme is nu de doorsnede van deze cilinder en dat vlak. Goed, die cilinder gaan parameteriseren. Dat is dus dan x gelijk aan cosinus t, y min een vierde gelijk aan sinus t, en z is dan een parameter dat we vrij mogen gaan kiezen. Z was kleiner dan 1, dus u kleiner of gelijk aan 1. T is een hoek tussen 0 en 2. Dit is de parametrisatie van deze cilinder. We gaan nu eisen dat een punt die op deze cilinder ligt, enkel op de snijkromme ligt, als die ook aan de vergelijking van dat vlak voldoet. Dus we gaan deze in de vergelijking van het vlak steken. Wat krijgen we dan? Dan krijgen we y min 1 vierde. Y is een vierde plus sinus t. Dan moet ik maar 8 doen. Plus 16 keer z is u. Is gelijk aan 0. Of u is gelijk aan. Is gelijk aan 1. Of u is gelijk aan 1 min 8 vierde is min 2. Min 8 sinus t. En dit delen door 16 is min 1 min 8 sinus t gedeeld door 16. Die waarde voor u steken we in deze parametrisatie. En dan hebben we de parametrisatie van de snijkromme. Dus de parametrisatie van de snijkromme wordt x is cosinus t, y is 1 vierde plus sinus t en z is min 1, min 8 sinus t, gedeeld door 16. En de parameter t zit tussen 0 en 2 pi.